Welkom bij de derde editie van Digital Wednesday. We hebben drie sprekers vanavond. Anderhalf uur aan materiaal. Iedere spreker krijgt ongeveer 20 minuten de tijd om zijn verhaal te doen. En daarna hebben we nog een minuut of 10 ongeveer voor vragen en discussie. Dames en heren, Sam Sonnier. Ik ben gewoon doorsluizen hoor, want ik ga met name vragen Jasper op het podium te komen. En een hele mooie Eindhovense case om af te trappen over influencer marketing. En verder ga ik geen gras voor jouw voeten wegmaaien, dus take it away. Dankjewel Sam. Ik start ondertussen even mijn presentatie op. Eén moment. Ja, de mensen, dat is natuurlijk waar ik het allemaal voor doe. Dat begrijpen jullie als jullie dat hebben gezien. Voor mij is dit min of meer een driedubbele thuiswedstrijd. Allereerst omdat ik zelf natuurlijk trotse Eindhovenaar ben. Ten tweede omdat de campagne waar ik jullie in mee ga nemen een campagne is over en voor Eindhoven. En ten derde omdat de plek waar ik nu sta, daar heb ik met 4 jaar met veel plezier gewoond. Dus was een beetje hier zo af en toe dan in de nachtelijke uren, dan dwaalde ik hier wel eens een keer rond. Nu met een ander doel uiteraard. Ik ga jullie meenemen in een campagne die wij hebben gedaan voor onze opdrachtgever Eindhoven 365. Helaas konden ze er vandaag zelf niet bij zijn, want ik had graag een duo-presentatie gedaan om ook zeg, een beetje de context te kunnen schetsen. Dat ga ik vandaag proberen te doen namens Eindhoven 365. Maar ze zijn dezezelfde case op dit moment aan het verdedigen bij de NOA Marketing Award, waar die voor is genomineerd. Dus ik hoop dat dat goed is afgelopen. Voordat ik zeg maar wat meer inga op de details van de campagne en het ontstaansgeschiedenis, neem ik jullie heel even kort mee in een filmpje. Waar jullie in 1,5 minuut de case even voorbij zien komen. The city of Eindhoven is among the top cities in the world when it comes to technology and design. Yet Eindhoven isn't as well known for being a tourist hotspot. To attract more foreign visitors to downtown Eindhoven, we launched an influencer campaign with international appeal. The idea? To introduce foodies, lifestyle bloggers and fashionistas to the energy of Eindhoven. Within no time, 100 social influencers registered for the opportunity. In the end, 18 lucky ones were invited. Together, they have a potential reach of millions of city visitors. For 24 hours, bloggers from Germany, England, the Netherlands, Belgium and Italy submerged themselves into the Eindhoven experience. Their assignment during those 24 hours? Go out and create an international online buzz around Eindhoven with awesome user-generated content. Thanks to another city trip, fashion freaks, food fanatics and lifestyle lovers from all across Europe got to know Eindhoven in a fabulous way. Their award to us? An inspiring and unique visual homage to the city that changed city marketing once and for all. So here are the numbers. 204 posts together add up to nearly 4 million impressions. All these posts gathered 30% more likes, shares and comments than similar campaigns. Mission accomplished. Ja, voordat ik even wat meer vertel over de campagne, toch ook een beetje context zoals ik al aankondigde. Eindhoven is, zoals alle Eindhovenaren bijna niet kan zijn ontgaan, als merk behoorlijk getransformeerd sinds 2014. De nadruk heeft ook in 2014, 2015 met name op branding gelegen. Dus het introduceren van het nieuwe merk en het ombouwen van allerlei media en middelen naar die nieuwe stijl. En vanaf 2016, dus afgelopen jaar, zijn ze echt gestart met het activeren van het merk. En deze campagne is daar zeg maar een van de eerste uitvloeisels van geweest. En deze specifieke campagne is gericht op wat zij bij Eindhoven 365 kernklanten noemen. Daar zijn er 3 van.
The City Explorer, The Bright Talent en de Tech Starter. Ook voor de andere twee kernklanten worden zeg maar campagnes ontwikkeld. Maar dit was dus de eerste die live is gegaan in oktober vorig jaar. Wij hebben ons dus gericht op die City Explorer. Uiteraard hebben we ook gekeken naar van wie is nou die City Explorer. En we hebben uiteindelijk gezegd van ja, we moeten ons wel focussen. Het motto van Eindhoven is wie kiest wordt gekozen. Dus ook wij hebben dat gedaan en we hebben gezegd van ja, we focussen ons op de 26 tot 45-jarigen. Waarom doen we dat? Omdat dat een groep is die natuurlijk relatief veel te besteden heeft. Meer dan bijvoorbeeld de jongere doelgroep, waar je ook op zich natuurlijk had voor kunnen kiezen. En anderzijds omdat het aanbod van Eindhoven heel erg breed is. En we zo zeg maar ja, een hele brede groep konden raken. De opdracht die wij van Eindhoven hebben gekregen is om een internationale activatiecampagne te ontwikkelen. Met als doel dus om die groep City Explorers naar met name de binnenstad van Eindhoven en daar rekenen we ook Strijp S onder te trekken. Wat ik daarbij ook moet zeggen dat het ontzettend prettig is om te werken met een opdrachtgever als Eindhoven 365. Een ontzettend professionele opdrachtgever die ons heel veel vertrouwen maar ook heel veel vrijheid heeft gegeven om te doen wat we hebben gedaan. En nogmaals, als het ons heel vrij heeft gelaten, waardoor wij dit succes hebben kunnen bereiken met hun samen. Het idee wat wij hebben bedacht, dat was nog op zich niet zo heel eenvoudig, om dat te koppelen aan de merkstrategie. Natuurlijk is Eindhoven een stad die bekend staat om design en technologie, niet alleen in Nederland, maar ook zeker ver daarbuiten. En ja, je zag het al in het filmpje, als toeristische trekpleister staat Eindhoven nog natuurlijk niet zozeer op de kaart. De Eindhoven-formule, die overigens niet van ons afkomstig is, maar die zij zelf hebben bedacht, is unconventional times collaboration is energy. En vanuit zeg maar energie zijn wij gaan nadenken van oké, wat kunnen wij met die energie, hoe kunnen we dat koppelen aan onze campagne? En wij hebben dat eigenlijk gekoppeld aan beauty. En op zich misschien niet eens een heel voor de hand liggende keus, omdat Eindhoven zeker in Nederland niet zozeer bekend staat als het allermooiste meisje van de klas. Ik denk als je in Breda, Den Bosch of Amsterdam gaat vragen wat ze van Eindhoven vinden, dat niet iedereen meteen staat te juichen over hoe prachtig mooi onze binnenstad is. Met dank aan Akkefietje 4045 uiteraard. En wat hier natuurlijk geldt is dat, waar wij op in hebben gezet, is dat je Eindhoven echt moet willen ontdekken. Want de ware schoonheid van Eindhoven die zit wat ons betreft echt van binnen. En zodoende hebben we geprobeerd om aan te sluiten bij die merkgedachte. En dat hebben we doorvertaald naar een creatief content format. En dat heeft de titel meegekregen, Another City Trip. En in feite is zeg maar Another City Trip is dus een influencercampagne waarbij we hebben gekozen om samen te werken met The Circle. En wellicht bij sommigen bekend influencerplatform met wereldwijd meer dan 6000 aangesloten influencers. Op gebied van fashion, lifestyle en food. En die hebben van ons een briefing gehad en in feite stond er in die briefing met name dat ze veel vrijheid kregen. En ze kregen in ons geval, en dat is best uitzonderlijk, kregen ze behalve zeg maar een onkostenvergoeding, zijn ze verder niet door ons betaald. Uiteindelijk heeft dat gewoon heel goed gewerkt, die samenwerking met dat platform, omdat wij hadden binnen een week 100 aanmeldingen binnen vanuit dat platform. Allemaal aanmeldingen uit Duitsland, Italië, België, Engeland en ook Nederland. En zeg maar uit die 100 hebben wij er uiteindelijk 18 geselecteerd om mee te doen aan deze citytrip, 24 uur citytrip. En die hebben van ons de opdracht gekregen om zeg maar in feite ja, een hele eenvoudige opdracht om twee
Instagram post en 2 Instagram stories te ontwikkelen. En die moesten gaan over de Eindhoven experience met de hashtag Another City Trip. En verder is gevraagd of ze ook een blog wilden verspreiden via hun eigen platforms. Wat ik hier ook nog even bij moet zeggen is, van, je vraagt je misschien af waarom geen 100? Waarom heb je niet gewoon 100 bloggers geselecteerd? Dat je nog groter bereik. Maar we hebben, omdat dit ook de eerste keer is dat Eindhoven op deze manier met city marketing bezig is gegaan, hebben we gezegd van we beperken het tot een groep van 18 personen, omdat we ook op die manier ervaring kunnen opbouwen en dan kunnen we het volgend jaar gaan opschalen. Dus we hebben het relatief kleinschalig gehouden nu. Wat we daarnaast hebben gedaan is, we hebben natuurlijk gekeken van oké, hoe kunnen wij het beste voldoen aan de behoeften van die bloggers en hun volgerspubliek. En we hebben 3 programma's ontwikkeld, een all-in-one programma. Je moet je voorstellen dat zij, in dit programma werd je in 24 uur meegenomen naar de bekendere musea, maar ook naar restaurants of andere culturele instellingen en winkels in de binnenstad van Eindhoven en Strijp S. Daarnaast hadden we een programma voor echte fashionistas en fashionisto's, want die waren er ook bij. En je kunt je voorstellen wat dat programma inhield. Dat was vooral heel veel fashion. Dat gaat van zeg maar boutique tot en met de bekendere ketens. In principe was het zeg maar zo dat we samen met Eindhoven 365 hebben we een specifieke tour samengesteld, zodat zeg maar merken, winkels moet ik zeggen, Eindhovense zaken die echt representatief zijn voor het merk waar Eindhoven voor staat, zodat die zeg maar in de spotlight echt kwamen te staan. Tot slot hebben we ook nog een groep gehad die specifiek voor de food liefhebbers. Daar kun je voorstellen, zat Sarso bijvoorbeeld als sterrenrestaurant zat daarin. Maar ook zeg maar een klein winkeltje zoals Jokmok voor de Eindhovenaren in de Bergstraat. Wat gewoon een heel gespecialiseerd winkeltje is. Dus van een ontbijt bij de stadsbakkerij brood tot en met een lunch in een sterrenrestaurant. Uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal ergens over. We doen het natuurlijk allemaal ergens voor. En in ons geval was het zeg maar zo dat de campagne is onderdeel van een veel groter programma. Uiteindelijk heeft Eindhoven zelf als doelstelling om in 2020 5 keer zoveel internationale toeristen naar de stad te trekken. De campagne KPI die wij zeg maar hebben afgesproken, die was in eerste instantie om 350.000 impressies binnen de doelgroep van City Explorers te gaan genereren. Dat hebben we van tevoren met elkaar als doelstelling bepaald. Maar toen eenmaal die 18 bloggers waren geselecteerd, toen hebben we die doelstellingen verhoogd vanwege het feit dat we zagen dat het bereik van deze bloggers het in zich had om meer mensen te kunnen gaan bereiken. Nou, uiteindelijk, je zag het ook al in het filmpje, daar kwam het wat snel voorbij, maar uiteindelijk hebben we met deze campagne niet 600.000 impressies, maar bijna 4 miljoen impressies gegenereerd. Dus 6,5 keer zoveel als dat we hadden bedacht van tevoren. Dat was in principe toch wel echt ver boven verwachting. Dus daar waren we uiteraard heel erg blij mee. En voor alle duidelijkheid, impressies is dus iets anders dan bereik. Dus het zijn echt bijna 4 miljoen keer is er een uiting van over Eindhoven echt gezien. En daarnaast is het zeg maar zo dat ook de engagement ratio die was stukken hoger dan gemiddeld. De benchmark in deze case was 3,02%. En die benchmark is berekend op basis van de 200 laatste posts van de deelnemende bloggers. Dus in die zin was ook de engagement ratio van deze campagne was heel erg heel goed. Nou, wellicht zitten er ook wat mensen om vanavond om hier iets van te leren. Nou, ik heb een paar dingen heb ik voor jullie opgeschreven waar je misschien iets mee kunt als je ook zelf ooit zo'n campagne gaat ontwikkelen.
Allereerst is het natuurlijk zo dat een nauwkeurig selectieproces, dat is heel erg relevant en klinkt als een open deur. Maar je zult het maar meemaken dat je een vegetarische blogger naar een Argentijns grillrestaurant stuurt. Dan heb je natuurlijk je huiswerk niet goed gedaan. Dus het is van tevoren echt belangrijk om te kijken van wat voor bloggers selecteer ik. Waar zijn ze geïnteresseerd? Waar is hun publiek in geïnteresseerd? Hoe kan ik daar zo goed mogelijk bij aansluiten? Daar zijn de bloggers blij mee en uiteindelijk profiteer je daar zelf natuurlijk ook van. Daarnaast is het zo dat het ligt natuurlijk voor de hand om te zeggen, ja, we hebben 100 aanmeldingen. Laten we de 18 deelnemers kiezen met het hoogste bereik. Maar bereik, dames en heren, is niet altijd zaligmakend. Want het kan ook zijn dat sommige bloggers met veel minder bereik wel een hele hoge engagement onder hun volgers hebben. Dus we hebben er bewust voor gekozen om een combinatie van bloggers te kiezen die A, hoog bereik hebben en B, bloggers met een hoge engagement onder hun volgers. Misschien nog een andere overweging die hier ook heeft gespeeld is. We hadden natuurlijk ook kunnen zeggen, we kiezen ervoor om de internationale Enzo Knol op gebied van fashion of lifestyle, om die te selecteren. Maar hebben we bewust niet gedaan. We hebben voor de bloggers gekozen die in die zin wat minder bekend zijn, om ook te zorgen dat ze überhaupt mee wilden doen. En om op die manier dus ook 18 bloggers te kunnen interesseren om mee te doen. Een van de mooiste resultaten vond, is dat ik zelf nooit had kunnen voorzien hoe een groep van bloggers, wat mij betreft echt een visuele ode aan de stad hebben gegeven. Vroeger zou je bij wijze van spreken met de traditionele media zelf een beeld hebben bedacht over hoe je de stad in de markt wil zetten. Nu was het dit keer, hebben we dat eigenlijk volledig uit handen gegeven. En zag je gewoon dat dat het merendeel van die bloggers gewoon op een ongelooflijk mooie manier, met name met fotografie en film, wist om te gaan. En die stad wist vast te leggen op een hele authentieke manier. En dat vond ik zelf wel heel inspirerend om te zien. Wat daarnaast ook heel erg, wat heel goed heeft gewerkt, is dat er ruim aandacht was voor representatieve zaken in het centrum van Eindhoven en dus ook in Strijp S. En dan moet je denken aan, bij wijze van spreken, de stadsbrouwerij en, wat ik net al aangaf, een klein kaaswinkeltje als een jokmok. En dat zijn natuurlijk bedrijfjes die op zichzelf nooit zo'n grootschalige campagne kunnen ontwikkelen. Dus die dankzij deze samenwerking ineens een heel groot bereik hebben kunnen realiseren. Verder is het ook voor ons gunstig geweest dat Eindhoven nog een beetje een onontdekte parel was. Want wat die bloggers natuurlijk leuk vonden, is dat Eindhoven, dat hun volgers over het algemeen nog niet zo bekend waren met Eindhoven. En dat zij autoriteit konden ontlenen aan het feit dat zij als eerste hier in Eindhoven zijn geweest. En om jullie verder niet met lege handen naar huis te laten gaan, vooruit dan nog 4 learnings. Conversie, ROI, er werd net al gezegd. De definitie van content marketing, daar gaan we het vanavond niet zozeer over hebben. Hè. Daar kunnen we dagenlang congres mee gaan vullen. Dat geldt ook voor ROI, denk ik. En uiteindelijk wil je natuurlijk dat zo'n campagne als deze, alhoewel onze doelstelling echt een awareness doelstelling was, wil je dat uiteindelijk doen, omdat er aan het einde van de rit ergens geld in een kassa komt. In dit geval letterlijk in een kassa. Ik moet jullie helaas teleurstellen, want dat is, hoe goed we daar ook over na hebben gedacht, vrij moeilijk te meten toch. Wat we wel hebben bedacht is in het vervolg om te werken met bijvoorbeeld actiecodes, om te kijken of er echt mensen naar de stad toe trekken. Dus we zijn erover na aan het denken, maar ook om privacyredenen en dergelijke is het nog steeds best wel ingewikkeld om dat daadwerkelijk inzichtelijk te maken. Wat ook nog interessant is,
dat je niet alleen de winkeliers in dit geval kunt betrekken, maar ook zeg maar de merken die weer bij die winkeliers liggen. Dus ja, noem maar op, fashion brand X. Als je die van tevoren betrekt, dan kun je bij wijze van spreken een goodie bag samenstellen die helemaal op maat gemaakt is voor een bepaalde fashion blogger, waardoor die nog, waardoor je hem nog beter kunt bedienen en waardoor je wellicht nog mooiere content daaruit krijgt. Wat ik al zei, we hebben samengewerkt hiervoor met een influencer platform. Dat is ook een bewuste keuze geweest. Dat platform was met name heel erg sterk in food en lifestyle, of in fashion en lifestyle bloggers. Qua food bloggers waren ze gewoon wat minder goed vertegenwoordigd. Je zag ook dat de groep food bloggers wat kleiner was dan de andere groepen. Dus als je zeg maar, als je er het budget en de mogelijkheden voor hebt, dan zou je kunnen zeggen van ja, je gaat op hele specifieke platforms zoeken naar die drie verschillende doelgroepen. In ons geval hebben wij een andere keuze gemaakt en dat betekende dat we hier een klein beetje water bij de wijn moesten doen. En tot slot, natuurlijk gaat het vanavond over content marketing. Waar ik nu over heb verteld is met name echt een activatiecampagne. Wat ik zelf zeg maar heel kansrijk zou zien en interessant zou vinden als ontwikkeling. En ook om deze campagne te stretchen naar een echt contentprogramma, is als je zeg maar de blogs bijvoorbeeld gewoon het hele jaar door gaat aanjagen. Dus de bloggers hebben alle content zeg maar gegeven aan Eindhoven 365. Dus die mochten daar alles mee doen. Die zijn ook terug te vinden op de website ditiseindhoven.nl. Daar staan dus nu verhalen op van die City Explorers. Die zou je zeg maar gedurende het hele jaar kunnen aanjagen. En als je die campagne herhaalt, dan breidt ook het content over de stad zich op die manier uit. En wordt het echt, in plaats van alleen een eenmalige campagne, krijg je echt een duurzaam contentprogramma. Dus dat zou wat mij betreft nog een interessante ontwikkeling kunnen zijn. Dat was mijn verhaal. Tot zover. Ik ga het even zo proberen. Dan kan jij de microfoon bij je houden. Zijn er al vragen uit de zaal? Toevallig? Zo niet, dan heb ik wel een vraag. Ik denk dat heel veel mensen die in marketing werken best spannend vinden om content uit handen te geven. De controle over de output. Ik kan me voorstellen, dit was geen kleine campagne, dat het ook voor jullie wel spannend was om te zeggen, hier is Eindhoven, doe je best. Heb je daar nog guidance aan meegegeven of heb je kunnen sturen of was het een hele grote verrassing wat eruit ging komen? Ja, je zag in het midden van het verhaal wellicht ook een screenshot van een briefing die naar de deelnemende bloggers is gegaan. In die briefing hebben we vooral goed uitgelegd inhoudelijk waar de stad Eindhoven en het merk dus voor staat. Verder hebben ze eigenlijk vrij weinig beperkingen opgelegd. En ze gestuurd in de zin dat we ze hebben geholpen om in 24 uur wel zeg maar in onze ogen interessante zaken te zien. Dus, en dat in samen of met behulp van een tourguide. Maar verder hebben ze vooral heel veel vrijheid gehad en hebben we ze hun eigen ding laten doen, om het zo te zeggen. Heeft mooie content opgeleverd. Heb je ook bijvoorbeeld gedacht aan, je noemde net al even, er zijn volgens mij veel ingecheckt, je hebt een hashtag meegegeven. Was dat zeg maar verplicht of ontstond dat organisch dat mensen gaan inchecken op die plekken en dat soort zaken? Nee, we hebben wel een hashtag meegegeven, dus Another City Trip. Verder hebben we er eigenlijk helemaal niet zoveel instructies meegegeven en ging dat eigenlijk als vanzelf. Eigenlijk ook niet zo gek, want dat is gewoon eigenlijk de manier hoe zij altijd te werk gaan. Maar we hebben dat ook bewust gewoon niet zo heel stringent benoemd. Wat juist interessant is dat we een opdracht hadden gegeven om 2+2 posts te ontwikkelen. Maar uiteindelijk hebben ze geloof ik uit mijn hoofd 3 keer of 4 keer zoveel gepost zonder dat we dat gevraagd hebben. Ja,
En ik geloof dat de retailers en winkeliers uit Eindhoven mede een soort van opdrachtgever waren voor dit initiatief. Hoe hebben die uiteindelijk dit ervaren? Ja, ik heb uiteindelijk in december hebben we zeg maar met alle deelnemende retailers hebben we het samen geëvalueerd. En ja, die waren gewoon ja, ontzettend blij dat ze op deze manier, door zeg maar echt samen te werken, ja, wat ik toen straks al zei, dat ze een bepaalde zichtbaarheid konden genereren die ze normaal ja, individueel gewoon nooit konden realiseren. En omdat ze daar simpelweg ja, de budgetten en de mogelijkheden gewoon niet toe hebben. Iemand die, ja, daar achter in de zaal, wacht, ik pak even de microfoon mee. Wat had je gedaan als het heel erg negatief was geweest, een van de bloggers? Gewoon, vindt het helemaal niks. Negatief gewoon. Wat had je gedaan? Ja, goede vraag. Heb ik eerlijk gezegd, daar hebben we eerlijk gezegd niet zozeer rekening mee gehouden. Maar ik denk, ja, in dat geval was het zo. Kijk, weliswaar is het een digitale campagne geweest. Maar uiteindelijk hebben we de fysieke wereld naar de digitale wereld gebracht. En we waren gewoon eigenlijk 24 uur lang echt één op één waren we ja, in touch met die bloggers. Dus ik denk, wat ik dan gedaan had, dat wij gewoon ja, een persoonlijk die blogger even hadden benaderd. En daarmee in gesprek waren gegaan. Over het hoe en waarom. Overigens denk ik niet dat wij daar verder actie tegen zouden hebben ondernomen. Omdat we ja, juist het mooi vonden van deze campagne. En de kracht vonden om de bloggers gewoon eigenlijk volledig creatieve. En dus ook een beetje journalistieke vrijheid, als je het zo mag noemen, te geven. Wat antwoord op je vraag? Ja. Iemand anders nog een prangende vragen, ik kan het niet zo goed zien vanaf daarachter. Ja. Ja, ik vroeg me af, als de doelgroep 25 tot 45 is in ja. de briefing, dat je dan niet meteen denkt aan een influencercampagne. Nee. En dat je dat dan ook bij het selecteren van de bloggers natuurlijk heel erg in het achterhoofd neemt. Om te ja. kijken dat de doelgroep, vooral richting de 40, 45, daar wel mee bereikt wordt. Hebben jullie daar ook bij stilgestaan? Ja, daar hebben we uiteraard bij stilgestaan. Ik ken de cijfers niet helemaal uit mijn hoofd, maar op dat moment was het volgens mij zo dat Instagram was een van de belangrijkste kanalen. Daar bereikten we veruit de meeste mensen op. En op dat moment was het zo dat een bereik had van 2,1 miljoen mensen. Of laat ik het zo zeggen, 2,1 miljoen mensen zaten in Nederland op dat moment op Instagram. Waarvan zeg maar 25% tussen de 25 en 49 was. Dat wisten we. En bovendien wisten we ook dat zeg maar 1 miljoen mensen dagelijks op Instagram zaten. Dus ja, voor ons was dat zeg maar, en dat hebben we overigens ook internationaal bekeken, maar voor ons was dat nog steeds zo'n substantieel bereik dat we hebben gezegd van ja, we gaan dat op deze manier doen. Oh, vraag op Twitter. Je hebt het over schaalbaar. Meer bloggers betekent niet meer effect. Vraagteken. Dus wat is schaalbaarheid voor jou in het vervolg van deze campagne? Ik denk dat die vraag gaat over het feit dat we dus hebben gekozen om met 18 bloggers te werken. Maar in feite zou je deze. En we hebben nu met België, Italië, Nederland, UK en Duitsland gewerkt. Je zou dit natuurlijk kunnen uitbreiden naar veel meer andere landen. En je zou ook veel meer bloggers hier tegelijkertijd naartoe kunnen halen. Dan zou gewoon het synergie-effect waarschijnlijk nog veel groter worden. Want nu al, doordat ze zeg maar, met z'n twintigen tegelijk waren, en dat gaven ze zelf aan ons aan, dat gebeurde niet zo vaak, vonden ze heel leuk, waardoor ze zeg maar, samen gingen posten, elkaar gingen taggen. Ja, daardoor ontstond zeg maar, ja, een synergie-effect. En ik denk dat je dat nog veel groter zou kunnen maken. Dus wat dat betreft meer landen wellicht? Ja, dat zit er wel aan te komen. We hebben dus nu met name ons op de buurlanden gericht. Maar bijvoorbeeld Spanje en Italië, dat zijn ook belangrijke landen, weet ik, voor Eindhoven. Daar zit veel potentie nog. En ook Frankrijk, dus de mediterrane landen. En nu hadden we één Italiaanse blogster. Maar
wellicht zouden we daar wat meer op kunnen gaan focussen. Dat zou zomaar kunnen gaan gebeuren. Oké. Aan deze kant nog een vraag. De volgende keer, wat zou je absoluut niet nog een keer doen? En daarbovenop, wat ga je de volgende keer meer van doen of juist doen? Wat ga ik absoluut niet doen? Ja, dat vind ik toch een lastige vraag om te antwoorden. Ik zal er even over nadenken, want ik vond, wat je al zag, je zag dat juist, het was ook in die zin een beetje een experiment, althans het was de eerste keer voor Eindhoven om het op deze manier aan te pakken. En de resultaten waren juist veelbelovend. Dus wat zou je absoluut niet doen? Dat weet ik eerlijk gezegd niet zo goed. Wat je wel zag in de output is dat met name Strijp S een enorm belangrijke trekker was. Dus je zag wel heel veel content werd gemaakt over Strijp S. En het zou wel heel, heel gaaf zijn als zeg maar ook de zaken in de binnenstad de volgende keer wat meer aandacht krijgen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon prachtig dat we Strijp S hebben en dat dat als trekker voor de stad kan dienen. Maar zeg maar, als je het vanuit het perspectief van de deelnemende Eindhovense winkeliers en zaken bekijkt, dan zou ik het mooi vinden als het de volgende keer lukt om ook wat meer aandacht voor die binnenstad, die echte binnenstad te krijgen. Heb ik daar een beetje je vraag mee beantwoord? Als er geen prangende vragen meer zijn, dan zou ik zeggen, als je ze hebt, Jasper is bij de borrel, dus stel hem je vragen daar nog en dan gaan we door naar de volgende spreker. Dankjewel, Sam. Dankjewel.